namelijk weer tijd voor een nieuwe boswandeling naar het vrije leven. Vandaag heb ik het genoegen met niemand minder dan Matthijs Vriezen. Ja, klaar voor de wandeling, Matthijs. Geniaal, we zijn er. We zijn in het bos. En dan begin ik gelijk met de eerste vraag. Hoe vrij leef jij op dit moment als je een cijfer zou mogen geven van 1 tot 100? En dan is 1 echt, ja, gewoon diep in de put dat het leven je overkomt. En 100 is echt dat je zegt van ja, ik ben volledig de creator over mijn leven. Ik doe elke dag wat ik wil. Ik voel me intens gelukkig. Ik ben helemaal happy, amazing. En wat is dat voor jou op dit moment? Wauw. Nou, vooropgesteld, ik doe echt wat ik wil en ik bepaal ook zelf wanneer ik wat doe en met wie ik dat doe en het liefst ook waar ik dat doe. Maar om nou gelijk naar die 100 te gaan, gaan we iets te ver, want kunnen altijd dingen beter of zo op de een of andere manier. Dus dan ga ik toch voor de 90. Wow. Dat is een hoog getal, of niet? Dat is een heel hoog getal. Ja, ja, maar ik doe het gewoon. Fuck it. 90. Nice. Mooi. Ja. Mooi, mooi, mooi. Hey, maar volgens mij... Ik heb natuurlijk al het een en ander van jou gehoord in onze gesprekken. Ja. Is dat niet vanzelf gegaan? Nee, ik kom echt van die lagere getallen vandaan. Ik was klein. Ik zat nog op de basisschool, laatste klas. En ik werd eigenlijk iedere dag wel gepest, omdat ik mensen vonden dat ik een dikke kont had. En ik was gewoon dik, vond men. Hmm. En dat was wel heftig als kind. Dan word je gewoon echt gepest. En ik worstelde ook nog met mijn geaardheid, daar was ik niet helemaal over uit en ik zag er allerlei beren op de weg. En ik at alles wat los en vast zit, maar ik wist ook niet wat gezond eten was. Maar die periode, ja, die was wel heftig. Mijn ouders lagen op dat moment ook in scheiding. Dus er gebeurde van alles en ik had totaal geen controle over mijn leven. Nee. Ik ben echt heel verdrietig geweest toen. Ik heb me echt teruggetrokken. Ja, het is bizar. Ik heb dat er eigenlijk nooit over. Maar ja, ik leefde echt een teruggetrokken bestaan. Ja. Niet blij. Eigenlijk het tegenovergestelde van hoe ik nu in het leven sta. En wat heeft er dan voor gezorgd dat je tot het punt gekomen bent waar je nu bent? Ik was daar echt wel van jongs af aan wel mee bezig. Want het is, dat werkt zo met mensen aantrekkelijk vinden. Dat ontstaat op een bepaalde leeftijd. En als dat dan anders is dan wat de standaard is... jonge meisje, dan en daar wordt ook nog eens een keer krampachtig over gedaan en het woord als geldwoord gebruikt, dan doet dat wel wat met je. En dat deed ook wat met mij. Ik werd daar ook toch wel ongelukkig van, want ik wilde eigenlijk niet zo zijn. Als je me dat nu zou vragen, dan zeg ik van wauw, je hebt een fantastisch leven. Ja. Ik gun het iedereen. Dus ja, weet je wel, en dat is echt, en dus nu zie ik ook echt het voordeel erin van ja, ik woon met een jongen samen. We zijn al behoorlijk wat jaartjes getrouwd. En mannen snappen elkaar over het algemeen net even wat beter dan man-vrouw. Niet altijd hoor, uitzonderingen daar gelaten. Ga ik even niks over zeggen. Maar hoe geniaal is dat? Dus ik ben eigenlijk super blij, want we leven echt heel harmonieus en... Ik kan me geen ander leven meer voorstellen dan dit. Nee. En als je dat dan vergelijkt met toen ik in de put zat als kind en dat speelde allemaal en iedereen vond daar wat van. Ja, dan is dat echt wel een wereld van verschil. Ja, want hoe oud was je? Heb je wel eens met een meisje gezoend? Ja, ja, absoluut. En ook wel meer dan dat hoor. Oké. Okay. Ik heb alles uitgeprobeerd. Alles uitgeprobeerd. Ja. In de zoektocht. Ja. Ja. Ja, ja, dat was wel een zoektocht, ja. En wanneer was nou echt het moment dat je dacht van ja, nee, wacht even, ik val op mannen. En dit is... Wat bij mij past of wie ik ben. Eerst was het dat ik dacht van oké, is dit een vorm van jaloezie? Hè, wil ik zo zijn zoals hij? Dus dat was de eerste verwarring. Okay. En later kwam eigenlijk pas ook van ja nee, ik vind dat gewoon aantrekkelijker. En dat is een gevoel wat je niet kunt sturen. Dat is er gewoon. Weet je wel? En je kunt dat gevoel ook niet veranderen. Weet je, als jij rood een mooie kleur vindt, dan kan ik lullen als brugman. En jou overhalen om paars of blauw mooi te vinden. Maar nee, jij vindt rood gewoon mooi. Ja, ja, een leeftijd weet ik niet exact eigenlijk. Okay. Ik denk dat mijn eerste vriendje kreeg ik toen ik 19 was. Ja. Een beetje rond die tijd. Oké.
Hey, en nu, ik ken jou van, als tv-kok. Waar je, ik heb je regelmatig voorbij zien komen in video's. Waar je dus de heerlijkste gerechten maakt. Op een gezonde manier. Ja. Met veel humor, openheid. Is dit... was dat voor jou, denk je, voorbestemd? Dat hele koken? Ja. En wat ik nu merk is dat ik het echt heel gaaf vind om andere mensen te inspireren. En er is zoveel vraag naar, want er zijn zoveel mensen die niet weten hoe ze lekker kunnen koken. En ik vind dat fantastisch dat ik daar een rol in mag spelen.